De ruim 400 mensen die nog op de Winkelsteeg in Nijmegen verblijven, kunnen wederom niet tijdig overgeplaatst worden vanwege het gebrek aan andere plekken, laat het COA aan gemeente Nijmegen weten. Het college van burgemeester en wethouders zegt het niet nakomen van de afspraken en toezeggingen onacceptabel te vinden. Zo'n 1200 vluchtelingen verbleven maandenlang in de noodopvang in de Nijmeegse wijk Winkelsteeg. Per 1 mei moesten ze weg zijn omdat het kavel eigenlijk bedoeld is voor woningbouw. Het lukte het COA toen niet om alle bewoners over te plaatsen naar een andere locatie, waardoor gemeente Nijmegen bij hoge uitzondering het COA 2 weken extra tijd gaf. Nou, we waren best boos. Een week of 3 geleden kreeg ik door vanuit de leiding van Winkelsteeg. Hè, want dat doen wij zelf als gemeente. Het zijn gemeentelijke mensen die daar in charge zijn. Die zeiden van, daar gaat hier niemand meer weg. Al de hele week niet. Nou, de tweede week ook niet. Toen zijn we uiteraard aan de bel gaan hangen van, dat kan niet. En dat is langzaam opgelopen. Nou, wij hebben geconcludeerd als gemeentebestuur maximaal 200 mensen op dat grote terrein. Dan kunnen we wel al aan de slag gaan met de voorbereidende activiteiten. Hè. Je moet alles afbreken en dan vervolgens de grond gaan onderzoeken. Dat kan in 2 weken tijd, kun je dat wel goed combineren, omdat nog maar een hele kleine groep van maximaal 200 mensen gaat. Die 2 weken zijn inmiddels voorbij, maar het COA kan nog steeds niet de ruim 400 mensen die nog op de Winkelsteeg verblijven overplaatsen. Burgemeester Bruls was vandaag niet in de gelegenheid voor de camera te reageren, maar laat via een persbericht het volgende weten. De gemeente Nijmegen heeft zich altijd zeer proactief en positief opgesteld als het gaat om opvangen van vluchtelingen in nood, omdat ons gemeentebestuur het belangrijk vindt dat zij op humane wijze opgevangen worden. Wij hebben ons daarvoor als gemeente meer dan eens ingespannen. Wij beseffen dat het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een ingewikkelde opgave staan. Maar wij vinden het onacceptabel dat harde afspraken steeds niet worden nagekomen. Daardoor komen wij noodgedwongen in de positie dat wij meermaals toezeggingen aan de inwoners van Nijmegen niet konden nakomen. Het COA wilde vandaag geen reactie geven op het nieuws. Het is nog onduidelijk hoe deze situatie opgelost gaat worden en wat het zal betekenen voor de 400 overgebleven bewoners in de noodopvang.